Zo moet hij er ongeveer uit hebben gezien. Hij werd op een stormachtige nacht geboren, meer dan 1000 jaar geleden, en groeide op aan de kust van een groot eiland. Dames en heren, goedemorgen. Hebben we er een beetje zin in? Er wordt steeds minder gelezen door kinderen in groep 5 en 6. Hoe zorg je ervoor dat het leesplezier bij deze groep weer terugkomt? Bibliotheek Gelderland-Zuid en NEC stimuleren kinderen 10 weken lang om zoveel mogelijk boeken te lezen tijdens het project Score een Boek. NEC-speler Bart van Rooij mocht dit project op basisschool De Wingerd aftrappen door zelf voor te lezen. Nou, daar gaan we dan. Zo moet hij er ongeveer uit hebben gezien. Hij werd op een stormachtige nacht geboren, meer dan 1000 jaar geleden, en groeide op aan de kust van een groot eiland. Ik vond het hartstikke leuk. De kinderen waren enthousiast en het boek was ook nog eens spannend. Vind je het belangrijk dat kinderen goed lezen? Ja, zeker. Ik merkte dat op mijn basisschool niet altijd even goed werd gestimuleerd. Alleen, het lezen is enorm belangrijk en het is goed dat kinderen er actief mee bezig zijn op een jonge leeftijd. Na afloop mochten de kinderen ook nog vragen stellen aan de NEC'er. Vind jij lezen leuk? Nou, toen ik in jullie leeftijd was, vond ik het soms wat lastig om te lezen. Maar nu vind ik lezen echt geweldig. Ja, wat vond jij de leukste vraag van de kinderen? Ik vond het wel een leuke vraag of ik een trucje wilde doen. Dus dan moest ik even de bal hoog houden. En normaal gesproken doe dat even heel makkelijk. Alleen zo voor een hele grote groep kinderen moet je dan toch wel even beter je best doen. Ja, top, hartstikke leuk. Dank je.